Hey mooie mensen, ik wil jullie korte bemoediging meegeven. Een woord wat ik vanmiddag ontving en mij diep raakte. De Heer sprak deze woorden. Deborah, ik roep jou om mannen en vrouwen tevoorschijn te halen. Verwoord mijn woorden en houd niet meer terug. En toen zei hij dit. Zie wat ik wil gaan doen. Een groot leger dat zal opstaan van welke denominatie dan ook, wereldwijd. Mensen zullen een opstandingskracht in zich voelen en niet meer terug willen houden. Jullie die mijn wil kennen zullen herrijzen. En ik zocht het woord op en het woord staat voor opnieuw gaan leven en functioneren en gaan opbloeien. En hij sprak verder, mijn lichaam zal zichtbaar worden. Houd niet meer terug mijn lichaam. March forward, march forward. Zie mijn plannen voor een ieder van jullie. Verbind met wie ik je laat verbinden en laat je los je meningen. Laat los woorden die geen leven brengen. Ik ben de levengevende. Ik ben. En hij zei leven, leven. Ik ben leven. En hij sprak opnieuw uit, leef, leef. Hij sprak leef. Durf in actie te komen, zie met mij mee over de wereld. Waar zijn ze die durven op te staan? Rise up my people, rise up. Voel dit. Ervaar wat de Heer wil gaan doen, ook met jou. Ik heb jullie het leven gegeven met een plan, sprak hij. Ga jezelf zien zoals ik jou zie. Kom lichaam, sta op. Leg je leven af voor mij. Leg het af, want ik zend jullie. Kom lichaam, ik zend jullie. Kom in beweging. Zie, ik ben beweging.